Ze weet, de bus komt er nu aan. Maar welke van die bussen dat is, is heel moeilijk. Oké, spannend. Een van de problemen is om accuraat de bus te kunnen positioneren tegenover waar Pakize staat. De bedoeling is dat we die plaatsen aan de deur van de bus. En als we met GPS zeggen aan Pakize, je moet naar de tweede bus. En als ze dan heel dicht bij die tweede bus is bij de deur, kunnen we dan nog ook zeggen, je staat nu voor de deur. Zeer spannend. Dus de vraag is binnengekomen. Ik heb gedrukt dat ik de vraag gekregen heb. De bus is binnen 3 minuten. Binnen 3 minuten. Nu heb ik zelf stress. Ik heb gedrukt dat ik er ben. Ja, oké. Okay. Staat in zone 4. Staat in zone 4. Ja. Ah, en kijk, daar is ze onderweg. Ah, je staat nu voor... Je staat voor bus 6. Oké. Okay. Wow. Gevonden! Ja! <Yeah. laughs> Hallo! We hebben jou perfect gevonden. Ja. Welkom op bus 6. Hallo! Hey. Dat was voor mij echt wel een zeer groot hulp. Ik voel me ook zelfzeker daardoor, ja, omdat ik minder hulp zou nodig hebben van de mensen rondom mij.